De start is gevallen. Gaat hij aan de buitenzijde? Wat kan hij ineens hard beginnen aan de buitenzijde? Gil Shenky gaat de leiding nemen. Gil Shenky daarachter op plaats 2 aan de buitenzijde volgt Freeway Fortuna. Die blijft hangen aan de buitenkant, want aan de binnenzijde is Danny den Dubbel heel goed begonnen met Canisares Boko. Zo gaan de paarden de eerste bocht door en aan de buitenzijde gaat Freeway Fortuna de leiding nu overnemen van Gil Shenky. Daar komt aan de buitenzijde ook al Touch of Wind B. Ewingen zal niet aan de buitenkant blijven hangen. Die zal zeker doordrukken. Ook hij kent Freeway Fortuna trouwens. Die heeft in het verleden al eens gereden. Sterker nog, hij heeft er heel goed mee gereden. Hij weet ook precies wat de kansen zijn van dat paard. En als hij hem vroeg aanpakt, weet hij zeker dat hij voorbij mag. En dat gaat nu gebeuren. Dan gaat hij Touch of Wind B aan de buitenkant. Gaat hem nu passeren. Freeway Fortuna ligt tweede. Derde daarachter is Gil Shenky. Vierde plaats daarachter Canisares Boko. Dan valt er een gaatje naar John Dekker met Cavalli Starlake. Ja, we moesten even kijken in het boekje. Cavalli Starlake ligt daarachter, maar er ligt al een heel stuk daarachter. Ook Tuxedo B ligt in de staart van het veld en die moet nog een hele hoop goed maken op Touch of Wind B. Normaal gesproken zou je zeggen, dat is bijna onmogelijk, tenzij Ewingen het tempo er helemaal uit haalt, maar dat zal hij waarschijnlijk niet gaan doen. Paarden komen voor de tribune langs. Touch of Wind B leidt. Touch of Wind B. Aan de buitenzijde gaat nu een deelnemer naar voren schuiven en dat is Early Ricardo. Die gaat proberen Tuxedo B naar voren te brengen. Nee, dat gaat John niet proberen, maar dat doet hij automatisch. En daarachter gaat ook Blossom Energy mee in het tweede spoor. En zo gaan ze de rechterbocht in. Touch of Wind B leidt. Freeway Fortuna tweede. Gil Shenky derde. Vierde Canisares Boko. Eerste paard aan de buitenkant Early Ricardo. Daarachter in het tweede spoor Tuxedo B. Daarachter aan de reling zijde Cavalli Starlake. En laatste is Blossom Energy. En zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in vanavond. En de leiding nog altijd in handen van Touch of Wind B. Touch of Wind B. Daar gaat aan de buitenkant nu naar het derde spoor Tuxedo B. Tuxedo B gaat aanvallen. Ingwer daar zei al, hij kon wel eens een koersje nodig hebben. En zo ziet het er op dit moment ook wel uit. Want hij komt moeizaam naar voren. Hij komt nu naar plaats 3. Hij komt naar een gedeelde derde plaats. Van Freeway Fortuna vangt hem ook op. Maar hij heeft vooraan nog niks gedaan, hè, Ebbingen. Hij zit met zijn handen vol. En zo is hij halverwege de Tjada-bocht. En Touch of Wind B leidt. Touch of Wind B. Daarachter Freeway Fortuna. Tuxedo B aan de buitenzijde. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Wordt het Ebbingen of wordt het Engwerda? Wordt het de knecht of wordt het de baas? Ze zijn in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde gaat Touch of Wind B nu versnellen. Tuxedo B gaat hem nooit meer terughalen. Daar gaat hij. En nog één keer. Go, baby. Go, go, go. Touch of Wind B. Tuxedo B. Freeway Fortuna. En daarachter op plaats 4. Canisares Boko.